vind Billy heel erg leuk en nu ga ik ook wel veel liever naar school. Vroeger werd ik gepest en nu dat Billy in de klas is gekomen, helpt dat ook veel meer omdat ik dan aan andere gedachten denk. Door Billy kan ik mij ook beter concentreren in de klas en ook altijd wanneer dat er iemand verdrietig of boos is, dan kan Billy die troosten. Ik had wel aan de juf gevraagd dat die springde of niet. Want van honden die springen, daar ben ik wel een beetje bang van. Maar van deze hond niet. Ik maakte vroeger heel veel ruzie. En Billy die heeft mij daarmee geholpen. Billy maakte me heel blij, die maakte mij een beetje rustiger. Er is zelfs een speciale knuffeltent voor Billy. Als je bijvoorbeeld boos bent of verdrietig, dan ga je in die tent zitten en soms komt Billy dan wel eens langs. En dan kun je die aaien en mee spelen en zo in de tent. Die tent, daar ga ik heel vaak heen. Dan komt Billy er heel vaak bij en dan word ik wel wat rustiger. Maar ook buiten spelen met Billy is leuk. Het is heel leuk om met Billy buiten te lopen, bijvoorbeeld om daar races mee te doen. Maar zij wint altijd, want zij is natuurlijk veel sneller. Ook de juf merkt dat Billy voor een betere klassfeer zorgt. Dankzij Billy is onze klas nog een fijnere groep. Is iedereen liever tegen elkaar, is iedereen blijer, komt iedereen liever naar school. Dus is het gewoon nog leuker om in deze klas te zijn. Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes? Abonneer je op ons kanaal en check deze video's.